Hoi, ik ben Thomas Hing van pleinbest.nl. Ik ga je uitleggen hoe Pleinbest voor je kan werken. Iedereen kan de site bezoeken, dus je kan alles zien, kan iedereen. Maar wil je iets plaatsen, dan moet je ingeschreven staan. En inschrijven kan je hier rechtsboven. Wat vragen we dan? Je klikt erop, je kan een profiel maken, je kan een pagina maken. En dan moet je zelf even kiezen hoe je dat precies doet. Dit is een invuloefening. Nou, je begint met je profiel. En dan wordt er gewoon gevraagd wat je moet invullen. En dat kan je dan gewoon naar eigen believen invullen. Nou, ik ben al zover dat ik al een account heb. Dus ik kan gaan inloggen. En je kan inloggen via Facebook. Je kan ook rechtstreeks. Dan ben je ingelogd. En dan kan je ineens ook plaatsen. En dat is allemaal via de plus toevoegen knop. Dus wil je iets plaatsen? Naar die plus toevoegen, er zijn dan 5 punten dat je kan plaatsen. Je kan een bericht plaatsen, dus eigenlijk een artikel. Je kan een activiteit plaatsen, dat is het agendapunt. Een prikbordadvertentie plaatsen, een hulpvraag of hulpaanbod doen en een pagina plaatsen. En die pagina is een soort van mini-website. Want aan die pagina kan je dan die activiteiten en die berichten hangen. Zo bouw je dus echt een stukje archief op. Pleinbest. Hoe werkt dat? Nou, begin even met een bericht. Het is een invuloefening. Namens wie schrijf je het? Nou, in dit geval namens mezelf, maar ik heb dus een heleboel rollen. Dus ik doe dat namens mijzelf. Ik scroll naar beneden en ik zeg volgende. Dan kom je bij het volgende punt. Dan vraagt hij de tekst die je wil schrijven. Dus nou, dan ga je hier een tekst schrijven. En dan weer naar volgende. Dan vraagt hij de titel. Nou, dan vul je daar de titel in. Heel mooi. En dan ga je weer naar het volgende en dan vraagt hij een foto. Nou, ik raad aan om bij ieder artikel een foto te plaatsen, maar wel een eigen foto die je zelf hebt gemaakt of waarop geen rechten rusten. Dat is echt van belang dat het dan iets eigen. Dan kan je uploaden vanaf je harde schijf. Dat werkt allemaal perfect. Zo is dit dus een heel simpele manier om te vullen. Nou is het zo, dat het kan best wel zijn dat je activiteiten ook wil hebben. Dus je hebt geschreven erover, dan moet je die activiteit, dat agendapunt, even apart ook plaatsen. En ook hier kies je dan weer de auteur, dat kan je zelf zijn of namens. En ook daar dus, ja, dat is het eenmalig, meerdaags, terugkerend. Je moet gewoon die invuloefening eventjes doen. Dus dat is, het is doodsimpel als je maar weet dat je die knop plus toevoegen moet gebruiken. En als je die knop maar weet vinden, dan kan je alles doen. Het mooie is die pagina. Want dan kan je iets maken waarvan je zegt, nou, daar hang ik dan wat meer aan op. Dat kan dus een pagina zijn van je vereniging. Maar het kan ook een bepaalde activiteit zijn die je een eigen pagina krijgt. Bepaal jij helemaal zelf. Artikelen kan je eraan koppelen. En je kan aan die artikelen kan je ook weer koppelen waar het dan ongeveer in past. Is het een sociaal gebeuren? Gaat het over inwoners? Is het duurzaam? Kan je er allemaal aan koppelen? Dat maakt je artikel of je activiteit beter vindbaar. Want op de site staat hier bovenaan de zoek hele site. En dan kan je dus aangeven wat je zoekt. En ja, dan dat is een hele makkelijke manier om te vinden wat er is. En er staat ongelooflijk veel op. Nou, we zien al de voorpagina, berichten, agenda, prikbord, dat kan helpen, sociale kaarten, inwoners, dat zijn al die mensen die ingeschreven zijn, op dit moment meer dan 1000 al. Praat mee module, waar als er dan activiteiten zijn met bijvoorbeeld ontwikkeling, bijvoorbeeld een bouwontwikkeling of stationsgebiedontwikkeling in dit geval, wat heel actueel is, dan is dat via Praat mee. Je hebt de gids, de Oekraïne info. Dus er is een heleboel te vinden. En dat is allemaal op Pleinbest. En dat is voor bewoners van Pleinbest en voor verenigingen, belangenclubs, maar ook ondernemers van Best. Dus laat je hier zien en laat je horen en gebruik het. En laat ook anderen dit gebruiken. En als je die site dan ook kijkt, je ziet er een heleboel foto's. We hebben dus uitgelichte berichten. Die pak ik handmatig op. Je bericht komt in ieder geval altijd op wat er de reguliere berichten zijn. De laatste berichten komt hij op. Je ziet dus een bericht kan meerdere keren zichtbaar worden. En hier zie je ook verhalen. En het zijn ook landelijke berichten die erop staan. Elkaar helpen. Is heel veel te vinden. En daar is het ook voor bedoeld. Dus ga je iets organiseren. Zet het er dan ook op. Open een account. En ga naar die plus toevoegen. Dan klompt het allemaal rond. 1 keer per week gaat er een nieuwsbrief uit. Op vrijdagavond.
Iedereen die een account heeft, kan ook kiezen om de nieuwsbrief te krijgen. Daarbij reik je dus ook nog eens een keertje mensen mee. Ook dat is een handmatig verhaal. Dan gaan een van de mensen, een van de buurtverbinders die bij Plein West werkt, die kiest dat zelf uit en heeft daar gewoon de vrijheid om te kiezen wat die week, wat hij of zij vindt dat er in de nieuwsbrief wil komen. Vind jij dat jij dat beter kan? Nou, hartstikke goed. Dan zien we graag jouw aanbod tegemoet om ons daarbij te helpen. Want het is toch een wekelijks karweitje. Het stelt niet zo heel veel. Je bent met 5 minuten klaar. Maar het moet eventjes klaargezet worden. En een keuze gemaakt worden. En dan gaat hij uit. Vrijwilligers zijn welkom. Ook bij Plein West. Maar Plein West is zelf geen concurrent van anderen. We willen helpen. We willen verbinden. En we zien ook bij Plein West ontmoeten, vinden en verbinden. Dat is waar we voor staan. En we hopen dat we in Best goed zichtbaar worden, maar dat iedereen daar ook aan mee wil doen. Dus open je account en ga lekker actief bezig in Best en gebruik ook Plein Best. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!